Welkom bij de tv-studio van Natech. Ja, we zijn natuurlijk allemaal aan het thuiswerken en natuurlijk ging Solar Solutions niet door. Dus daarom maken we een rondje langs de meest belangrijke spelers in de hele solarwereld. En vandaag zit ik hier met Peter Degen, de country manager van SolarEdge. Peter, leuk om je hier te zien bij ons hier in 's-Hertogenbosch. En natuurlijk mijn eerste vraag aan jou is van, hoe gaat het met jou persoonlijk? Nou, als eerste dankjewel voor de uitnodiging. Ik had je natuurlijk liever live gezien. Maar persoonlijk gaat het hartstikke goed. Gezond, familie gezond, bedrijf gezond. Kan niet beter wensen. Ja, ja. En hoe gaat dat met die, hoe zijn jullie als bedrijf hier eigenlijk mee aan het omgaan? Werkt iedereen op kantoor? Want ik zie dat jij zit er een beetje in een kantooromgeving. Hoe gaat dat met z'n allen? Ja, ik zit zelf op kantoor. Ik had bedacht, als iedereen thuis werkt, kan ik rustig naar kantoor gaan. Uiteindelijk gaat het om besmetting. En we zitten nu met een skeleton crew op kantoor. Dus we zijn nu vandaag met z'n drieën. En de rest van het team, we zijn ongeveer met 35 man, werkt gewoon vanuit huis. Ja. Hey, dan even over de business. Hoe gaat het met jullie produceren ook in China? Hoe is het met je logistieke proces, productieproces? Is iedereen weer up and running daar? Wat is daar de situatie? Nou, we zijn nooit echt down geweest. Dus dat is het grote voordeel. We hebben ervoor gekozen om tijdens het Chinese nieuwjaar om door te blijven produceren. Dus we hebben een deel van het team gevraagd om in de fabriek te blijven en door te blijven produceren. We zitten heel goed in ons logistieke proces. Dus we hadden nog voldoende componenten om door te kunnen produceren. Daarbij heb je het voordeel dat de fabrieken redelijk geïsoleerd zijn van de rest van het land. Dus dat is, je bent zelf ook in China geweest, je weet hoe zoiets eruit ziet. En daarmee hebben we gewoon redelijk door kunnen produceren. En zijn we denk ik minder getroffen dan andere partijen in de markt. Nee, maar je hebt natuurlijk ook wel weer de vrachtwagens en de havens en alle schepen die zitten op 1/3 van de capaciteit. Dus maar ook het spel. Ja. Maar in ieder geval wil jij zeggen, je hebt geen problemen met logistiek en de delivery naar Europa gaat gewoon ook door. Nee, je moet twee keer zo hard werken om dezelfde output te hebben. Dat is wel het feit. Dus er zitten overal bottlenecks in. Ja, maar dan moet je gewoon keihard voor werken en dan kan je die overbruggen. Oké, dus jij verwacht eigenlijk gewoon voor weinig problemen in jouw supply chain naar de Benelux toe? Laat ik zo zeggen, beperkt, ja. Oké.